In spektakel vanavond, het Schotschrift, een hoorspel van Stefan Heim. Vertaling, Evelien van Leeuwen. Radiobewerking, Louis Houet. Medewerkers, Tim Beekman, Kees Broos, Edmond Klassen, Rob Fruithof, Hans Hoekman, Louis Houet, John Leddy, Bert van der Linden, Maria Lindes, Dick Scheffer, Wim Sally, Ger Smit, Robert Sobels en Jeanne Verstraeten. Inspeciënt Bram Hengeveld, regie Cox Habbema. Het hiernavolgende werd mij, Stefan Heim, in 1944 in Londen, na een nacht die ik onder andere pratend over historische onderwerpen met haar had doorgebracht, door Miss Agnes Creech te leen gegeven. De aantekeningen, zo deelde Miss Creech mij mee, zouden zich al verscheidene eeuwen in het bezit van haar familie hebben bevonden. Toen ik de volgende avond kwam om haar manuscript terug te brengen en haar een fles gin en 2 sloffen Amerikaanse sigaretten te overhandigen, waarvoor ze belangstelling had laten blijken, waren het huis waarin Miss Creech haar zaken afhandelde en zijzelf verdwenen. Ik heb in de aantekeningen van de voorouders van Miss Creech vrijwel geen redactionele veranderingen aangebracht. Slechts de schrijfwijze van de woorden heb ik gemoderniseerd en de destijds gebruikelijke afkortingen telkens door het volledige woord vervangen. Bij de vertaling ben ik erop bedacht geweest trouw te blijven aan de stijl van het Engelse origineel. December 1702. Ik neem aan, Mr. Creech, dat u dit kortelings verschenen anonieme geschrift, getiteld De kortste metten met een dissenters, niet onbekend is. Mag ik u vragen wat u ervan vindt? Ik kwam in het donker tevoorschijn en wierp een blik op de inhoud van het schrijven dat geheel bovenop lag. Het was aan Milord de Earl van Nottingham gericht in zijn hoedanigheid van staatssecretaris van het Zuidelijk District en door de Lord Thesaurier Lord Godolphin ondertekend. Wel, Mr. Creech, kunt u geen woord uitbrengen? Genoemd pamflet, uw lordship, heeft reeds veel deining in de koffiehuizen en enige onrust op straat teweeggebracht. In het bijzonder met het oog op de wet tegen de dissenters die in de commons op behandeling wacht. Maar de mensen verschillen van mening over dit werk. Het schijnt inderdaad een kleurrijk stuk. De waarheid, Mr. Creech, is wit of zwart. Ik heb met belangrijke vertegenwoordigers van de Hoge Kerk gesproken die het boekje hemelhoog prezen en het waardevoller achten dan enig ander werk van de literatuur, met uitzondering van de Heilige Schrift en de kerkelijke exegese. Het heeft ontsteltenis verbreid onder de dissenters die nu voor hun zaken, hun ambten, hun geld, ja, zelfs voor hun leven vrezen. U vindt het dus, Mr. Creech, in het algemeen een prijzenswaardig werk. Het is een hachelijke zaak zonder voorafgaande kennis van de mening van zijn meerdere een oordeel te moeten vellen. Het valt niet te ontkennen dat van al wat hier gedrukt staat het een en ander volstrekt waar lijkt te zijn. Zoals bekend hebben de dissenters, hoewel de kerk hen uiterst mild bejegend heeft en zij in het ernstigste geval naar New England werden verscheept, ten einde daar aan de vreugde van het stichten in een nieuwe kolonie deel te nemen, die goedheid daarmee beloond dat ze één koning hebben vermoord en een ander afgezet. En heeft de schrijver niet evenzeer gelijk als hij de vraag stelt hoe diezelfde dissenters dan ten tijde van hun glorierijke gemene best de wettige kerk hebben behandeld toen zij de kerkelijke landerijen onder hun soldaten verdeelden en de zielenherders uit hun geestelijk ambt ontzetten en honger lieten lijden. Juist. En spreekt de schrijver niet eveneens de waarheid als hij verklaart dat juist nu de edele heren in Engeland worden beschermd en aangemoedigd door een koningin die lidmaat van de Anglicaanse kerk is, hoog tijd is de natie van dat allergebroed te bevrijden. Is het ook niet zonneklaar dat het pure wreedheid zou zijn tegenover onze kinderen, ons nageslacht, om nu, jegens de dissenters, goedertierendheid te betrachten, terwijl onze kerk dan door scheuring, schisma, bigotterie en chaos zou worden verzwolgen. Ja, ja. Als er een strenge wet zou worden uitgevaardigd, verklaart de schrijver,
die stipt zou worden toegepast. Namelijk dat een ieder die bij een geheime godsdienstoefening wordt aangetroffen, wordt verbannen en dat de voorganger wordt opgehangen, zouden we spoedig genoeg het einde van deze toestand zien. Te dien einde, zegt hij, heeft de voorzienigheid om zulk een parlement, zulk een adelstand, zulk een koningin gegeven, zoals we nooit tevoren hebben gehad. Met de papisterij aan de ene, zegt hij, hè, en de scheurmakers en afvallig aan de andere kant, is de wettige kerk van Engeland tussen twee moordenaars aan het kruis geslagen. Wel nu, laat ons dan nu de moordenaars kruisigen. Kruisigen. Klinkt vrij, Mr. Creech. Niet waar? Wellicht een beetje al te vrij. Ziet u wel? 27 december 1702. De goede God heeft in de Hof van Ede geen drukpersen geplaatst, merkte Lord Nottingham eens op. Dus moet het wel de duivel zijn geweest die het alfabet heeft uitgevonden. Ik zou het daar wel eens mee kunnen zijn. Hoe laat zich anders de treurige toestand verklaren dat alles wat onchristelijk en revolutionair is, zoveel vaardiger en doeltreffender is geschreven dan de rechtschapen, godvruchtige traktaten van de wettige kerk. Ten bewijze de kortste metten met de dissenters. Nu gaat het gerucht in Cornhill en Cheapside in de winkels, kroegen, koffiehuizen, dat genoemd boekje een satire zou zijn, geschreven met een scherpe pen, met een knipoog om de hoge kerk en de partij der Tories in verlegenheid te brengen. Er zijn zelfs lieden die fluisteren dat het eigenlijk een samenzwering is van aanhangers van wijle koning William tegen de huidige regering en in het bijzonder tegen Lord Nottingham. En zelden heb ik Milord zo buiten zichzelf gezien als die morgen na kerstmis, toen hij mij gelastte die kerel te grijpen omdat hij een ernstiger gevaar was voor staat en kerk dan alle legers van Frankrijk tezamen. Dus ontbood ik Mr. Robert Stevens, de voor perszaken verantwoordelijke bode van de koningin. Doch deze liet me mededelen dat hij jicht had. En dus zocht ik hem in zijn woning op, waar hij zich wentelde in een chaos van smerige kussens, vuile bierkruiken, aangekoekte etensresten en de dag vervloekte waarop hij was geboren. Bovendien zag hij onder zijn puntmuts meer dan ooit uit als Robin Varkenskop, welke bijnaam hem door de scribente is verleend. Mr. Stevens, wie is nu wel de schrijver van die kortste metten enzovoort? Ja, ik wenste, Mr. Creech, dat ik het wist. Het zou een goede dienst zijn aan de christelijke zaak en aan de verscheiden hoogmogende heer in de regering om de auteur naar Newgate te laten brengen. Maar zijn naam is Anonymous, uit het graafschap Alderwereld. En wilt u nou zo goed zijn, Mr. Creech, mijn voeten aanschouwen, die zo groot is als een olifantenpoot? Hoe kan ik in deze toestand een zo behendig spook te pakken krijgen? U denkt toch zeker niet met uw voet wel? Hier, dit papier. Mijn klantenlijst. Hebt u ooit kiespijn in uw voet gehad, Mr. Creech? Zo begonnen we zijn lijst uit te kammen, waarbij we de ene naam uitsloten op grond van het karakter van de betrokkenen, de andere vanwege de stijl, de derde om andere goede reden. Ten slotte bleven er maar weinig over en de waarschijnlijkste daaronder was de naam van Mr. Daniel Foy, of Foy, of Foe, of De Foe, schrijver van een groot aantal strijdschriften en pamfletten, maar vooral van De Waar Engelsman, een lang gedicht ter verdediging van de uit Holland afkomstige koning William, waarin wordt beweerd dat zoiets als een waar Engelsman in het geheel niet bestaat, maar dat we niets meer zijn dan een ras van bastaarden. Daar de dagen van het famegericht helaas tot het verleden behoren, Mr. Stevens, moeten we wel een of ander bewijs vinden, zelfs al moesten we het zelf produceren. Als u mij dat schriftje zou willen aanreiken, Mr. Creech, en houdt u de kaarsjes mooi hoog in de lucht. Mr. Creech, u moet het proberen bij de drukkerij van George Croom. Maar zorg er wel voor dat u een paar constabels meeneemt. 2 januari 1703 vond in Croom's drukkerij enkele honderden nog niet ingebonden vellen van de kortste met, etc. Evenals het complete zetsel reeds voor een nieuwe druk gereed gemaakt.
Mr. Groom protesteerde dat wij in zijn eigendom waren doorgedrongen en dit zonder wettelijke volmacht hadden doorzocht. Maar ik bracht hem tot bedaren met het argument dat wij best begrepen dat hij het werk had gedrukt in het volste vertrouwen dat het de geestelijkheid en alle oprechte mensen zou baten. Hij zou zich grote moeilijkheden en een strafvervolging kunnen besparen wanneer hij ons de naam van de schrijver zou mededelen. Verheugd dat hij zo gemakkelijk afkwam, verriet de drukker ons dat de schrijver, naar zijn beste weten, Mr. Edward Bellamy uit Southwark was. Deze had hem het manuscript overhandigd, tegelijk met een som gelds, welke de kosten van de eerste druk dekte. Vervolgens had Mr. Edward Bellamy de eerste druk laten weghalen en was spoedig erop teruggekeerd om opdracht te geven voor een tweede, grotere oplage. En nu zelfs voor de derde. Edward Bellamy was, naar ik meende, een oude bekende van ons. Jaren geleden was hij als verklikker werkzaam geweest en later werd hij agent voor de partij der Wicks, waarvoor hij inlichtingen verschafte, bewijzen vervalste en als getuige optrad. Nu leefde hij van zich toevallig voordoende diensten voor alle mogelijke lieden. Het behaagde zijn lordship, er stond een arrestatiebevel tegen Edward Bellamy en, omdat hij toch helemaal bezig was, een tweede tegen George Groom, de drukker, te laten uitvaardigen. Mr. Creech, één vogel in de hand is beter dan twee op het dak. En met een stenen kraag om zijn nek zal deze vogel nog wel meer en aardiger liedjes voor ons zingen. Uw lordship, weldra zullen we hen alle aan het zingen krijgen. En Mr. Defoe zal het lustigst kwinkeleren. En zo namen we Mr. Bellamy nog diezelfde nacht gevangen, zetten hem achter de tralies en daar zocht ik hem op. Trof hem aan, zittend op een hoopje stroop met handboeien aan. En vroeg hem... Herinnert u zich mij nog, Mr. Bellamy? Hoe zou iemand u kunnen vergeten? U bent Mr. Josiah Creech. Wat betreft het manuscript getiteld De Kortste Metten met de Descenders, Mr. Bellamy, terwijl ik u Mr. Groom heb overhandigd. Wie heeft u dat gegeven? Het staat mij niet vrij dat mee te delen. Die heer heeft het mij op mijn woord van eer laten beloven en nooit zou ik mijn woord breken, al hing mijn leven ervan af. Maar uw leven hangt ervan af, Mr. Bellamy. Hoe dat zo? Ik zal u hier niet vasthouden, ik zal u laten gaan, maar let wel, niet alvorens ik kameraden en verwanten van enige lieden die hier de laatste jaren zijn opgeknoopt en van verwittigd heb, op wiens getuigenis de overledenen aan de strop zijn geraakt. In dat geval, Mr. Creech, kan ik niet langer verzwijgen dat mij het manuscript is toevertrouwd door een zekere Daniel Foe. Geeft u mij een beschrijving van die man? Hij is van middelmatige lengte, mager, ongeveer 40 jaar met bruinachtige huidkleur. Hij heeft donkerbruin haar, maar hij draagt een pruik. Haviksneus, een spitse kin, grijze ogen en een grote wrat vlak bij zijn mond. U bent een goed waarnemer, Mr. Bellamy. Het waarnemen van mensen behoort tot mijn bezigheden, Mr. Creech, evenals tot de uwe. 3 januari 1703. Daar haast nu van levensbelang was en Mr. Varkenskop wegens zijn jicht en overmatige vetzucht niet in aanmerking kwam, liet Milord Nottingham nog diezelfde nacht Mr. Allen, officiële bode van Hare Majesteit, bevel en volmacht schrijven dat Mr. Allen gemachtigd was de hulp van een constabel in te roepen en onverwijld en met de grootste ijver naar Daniel Foy op zoek te gaan, deze te grijpen en gevangen te nemen en hem benevens zijn geschriften en papieren wegens gegronde verdenking van misdrijf tegen de staat en andere vergrijpen aan Milord voor te geleiden. Nadat Milord het geheel eigenhandig had ondertekend, wendde hij zich tot mij. U zult ook van de partij zijn, Mr. Creech, en ervoor zorgen dat alles ordentelijk verloopt. Die Daniel Foy zou zich wel eens, zodra hij inziet dat hij door de mand is gevallen, als een vertwijfeld en gevaarlijk man kunnen ontpoppen. Die Mr. Defoe zal zich wellicht niet veel van andere schrijvers onderscheiden. Snel met de pen, maar zeer traag met de degen. Leeuw op papier, lafaards op straat. Die ken ik bij zakken vol. Uwe lordship kan hem bij elke officiële ontvangst ontmoeten waar gratis te eten en te drinken is. Meemaken hoe dat volk smakt en zich bedrinkt. En intussen voortdurend om zich heen kijkt wie wel voor een talent iets zou willen betalen. Ik wil uw waarnemingen niet in twijfel trekken, Mr. Creech. Maar wij zijn in een tijdperk aangeland waarin uw literaire potsenmakers tot een ware plaag beginnen uit te groeien.
en een staatsman door een scherpe pen even gemakkelijk ten val kan komen als door buskruit. Ik wens met Mr. Fooey een hartig woord te spreken voor hij naar Whitefriars of een andere vrijplaats vlucht waar we hem niet mogen pakken. Zo bestegen Mr. Allen, de constabel en ik snelle paarden en nog voor het aanbreken van de dag bereikten we de omgeving van Fort Tilbury in de hoop dat onze man nog niets van ons bezoek aan de drukkerij van Croom en van de arrestatie van Mr. Bellamy had vernomen. Op de bovenste verdieping ontwaarden wij bij het schijnsel van de kaars de slechts ten dele geklede auteur van De Ware Engelsman en vermoedelijk van De Kortste Metten met de Dissenters en zagen dat hij aan de beschrijving van Mr. Bellamy alleszins beantwoordde. U bent de schrijver van een boosaardig en gevaarlijk schotschrift, vol beledigingen aan het adres van de regering en hare majesteit, sir, waardoor u zeer wel aan de schandpaal, ja zelf wel aan de galg kunt eindigen, sir, en hoe eerder hoe beter, omdat namelijk lieden zoals u, sir, een verstoring van de openbare orde en een schande voor Engeland zijn. Ik ontken dit alles. Komt u nu rustig mee, sir, of moet ik geweld gebruiken? Zeker kom ik rustig mee, maar ik ben een gentleman en moet fatsoenlijk gekleed gaan als ik zijn lordship op mijn ogen kom. Ik moet schoon goed en geld meenemen voor het geval dat ik in Newgate of in een andere gevangenis van Hare Majesteit zou moeten zitten. Mr. Allen, die man lijkt me met recht een rappe kerel. U moest hem maar liever gezelschap houden terwijl die pijpkraag en pruik aanlegt. U hebt wel opgemerkt, Mr. Creech, dat we ons op de bovenverdieping van het huis bevinden en dat het slaapkamerraam van Mr. Defoe naar de achterkant opengaat, waar de constabel op wacht staat. Mr. Defoe? Zo bij u. Ik verzoek u, Mr. Defoe, onverwijld de deur open te doen. Vijf januari 1703. Dat Mr. Defoe aan Mr. Allen en mij ontsnapt was, gaf Milord aanleiding de toestand in het koninkrijk nog gemelijker te bezien. Ook u hebt schuld, Mr. Creech. Want u hebt de waarschuwing van uw meerder in de wind geslagen. Immers, ik heb u uitgelegd dat literatuur en oproer in onze tijd een en hetzelfde zijn. En dat ik reden heb voor de verdenking dat Mr. Fooey meer is dan een leverancier van dubbelzinnige woorden, namelijk het middelpunt van een samenzwering. Een dienaar meldde dat Mrs. Defoe, die om gehoor verzocht had, was aangekomen en wachtte tot het Milord zo behagen had ontvangen. Dus ging ik weg en geleidde Mrs. Defoe naar Milord. Wees u zo goed, mevrouw, en geef uw wens te kennen. Ik kom om uw lordship te verzekeren dat Mr. Defoe een onschuldig man en een trouw onderdaan van Hare Majesteit is, die er nooit aan gedacht heeft misdaden tegen de staat en andere delicten te begaan, nog met een pen, nog anderszins, en die niets anders wenst dan vreedzaam zijn werk te mogen doen en vrouw en kinderen te mogen onderhouden. Als uw echtgenoot dan zo onschuldig is, madam, hoe komt het dan dat hij zich voor de overheid verborgen houdt? Schoon van nederige afkomst en de zoon van een slager is Mr. Defoe een gentleman. En hij zou de behandeling waarmee hij werd bedreigd nooit kunnen verdragen. De aard van zijn behandeling hangt af van de aard van zijn antwoorden. Maar vleit u zich niet met de ijdele hoop, madam, dat het de regering van Hare Majesteit aan middelen zou ontbreken hem op te sporen. Dat zal Mr. Creech hier u gaarne bevestigen. Ja, madame, het net is uitgeworpen. We halen de vis wel op, ook al spacht ik er nog een tijd lang. Waarom niet liever aan de kinderen gedacht? Wilt uw man een goede dienst bewijzen, dan moet u hem verzoeken zich te schikken en aan zijn lordship te melden waar hij zich bevindt. Mr. Creech, laat die vrouw wegbrengen. Uw lordship moet mij niet euvel duiden, maar mij dunkt dat de vrouw beter op vriendelijkheid zal reageren. Droog uw tranen. Madame, in mij hebt u een vriend. Milord kent u niet zoals ik u ken, madame. Hij weet niet dat u uw echtgenoot trouw bent gebleven. Of schoon hij zelfs de laatste penny van uw bruidsschat, 3.500 pond in het geheel, erdoor heeft gejaagd. Voordat hij voor zijn schuldeisers de wijk nam naar Bristol, waar hij elke zondag fraai uitgedost met een deftige pruik, een dame aan elke arm, door de straten flaneerde, terwijl u bij de bakker moest bedelen om een korst brood voor uw kinderen en bij de huisbaas om een schamel dak boven hun onschuldige hoofdjes. Het is Milord niet bekend dat u ook toen nog een goede vrouw voor Mr. Defoe was, toen een zekere Mistress Norton, een oesterverkoopster, openlijk boven u verkoos, bij die hoer een kind verwekte
en de bastaard Benjamin liet dopen. Dezelfde naam als een van uw eigen kinderen, madame. Dat alles weet Milord niet. Anders had hij u zelf gezegd dat zulk een man al het verdriet niet waard is dat u op zich neemt, madame. En dat u over die arme kleine brengt. Mr. Creech, u bent een groter schurk dan ik had gedacht. Uw lordship, het spijt me zeer dat ik beslag heb gelegd op uw tijd. 8 januari 1703. Ik dus weer naar Robin Varkenskop, nadat ik orders had achtergelaten dat de vrouw gevolgd en het huis bewaakt moest worden. Mr. Stevens was uitgegaan, deelde zijn dienstbode bij mij. Uitgegaan? Hoe is dat mogelijk? Onlangs was hij nog bedlegerig, kon zich nauwelijks roeren van de jicht. Het was inderdaad een wonder. Tussen kerstmis en nieuwjaar hebben enige heren uitgevers aan mijn heer een halve zij ossenvlees, een mand oesters en een vat wijn gestuurd. Uit erkentelijkheid voor verrichte diensten, zoals ze hem lieten weten. En hoewel ik al mijn best deed hem te overreden dat hij zich in zijn ziekelijke toestand moest sparen, begon hij te schrokken als een uitgehongerde soldaat. En gaf me te verstaan dat er geen beter medicijn was voor de mens dan een dubbele portie van wat hem had geveld. 3 dagen lang heeft hij zich volgepropt en volgezopen, met af en toe een korte pauze om te slapen. En op nieuwjaarsmorgen is hij opgestaan zonder pijn in zijn voet of ergens anders in zijn lijf, maar aanzienlijk dikker. En hij floot en huppelde in het rond. Nou is hij uitgegaan, zegt hij, om naar een vogel te kijken. Ik had bijna een uur gewacht toen Mr. Varkenskop terugkwam, onder hartverscheurende zuchten, zijn kleren vuil en bemodderd en zijn voet net zo gezwollen en opgezet als steeds. Bent u weer ziek geworden, Mr. Stevens, na zo'n bemoedigende beterschap? Ziek geworden? Ach, Mr. Creech, ik ben meer dood dan levend. Wie heeft u dan gedood? Die Mr. Faux van u. Hebt u hem dan gezien? Zo duidelijk, Mr. Creech, als ik u nog zie. En nog dichterbij. Waarom, als ik u vragen mag, hebt u hem niet meegebracht? Zonder twijfel had ik dat gedaan, Mr. Creech. Waren er niet mijn rampzalige voet? Ik was op weg naar Hackney Field op grond van vage informatie van een persoon wiens naam hier niet ter zake doet, toen ik een man in het oog kreeg die mij in alle opzichten bekend voorkwam. Levendige donkere ogen, een haviksneus, een spitse kin, een bruin getinte huid. Hier, Robin, denk ik bij mezelf, is waarlijk een gelukkig toeval. En hoewel ik geen sterveling in de wijde omtrekt zag voor het geval dat ik hulp nodig had, trad ik op de man toe, lichtte mijn hoed en begroette hem. De grote schrijver van de ware Engelsman, als ik me niet vergis, Mr. Daniel Faux. Wel, kijk eens aan, Mr. Varkenskop, zegt hij, waarbij ook hij beleefd zijn hoed afneemt. Welk een wonderbaarlijke wind heeft u hierheen geblazen? Een gunstige wind, zeg ik, want een gunstige wind moet het wel zijn die oude bekende tezamen blaast. U zult mij, hoop ik, begeleiden. Er is een hooggeplaatste heer die met u over literatuur en dergelijke zaken wenst te spreken. Ja, de schandpaal, zegt, die is ook hooggeplaatst, evenals de gallig. Als u me wilt verontschuldigen, ga ik mijnsweegs. Ik kreeg een beet. Hij echter trok zijn degen en voor ik de mijne trekken kon, was de kiespijn in mijn voet weer terug en viel ik op mijn knie, waarbij ik ten nauwernood kon voorkomen dat hij me met de klink doorkliefde. Toen drukte hij de degenpunt tegen mijn keel en vroeg medelijdend: leeft uw moeder nog, Mr. Varkenskop? Nee, sir, zeg ik, ze is al jaren dood. Dat maakt het moeilijk, zegt hij, omdat uw eigen eer zich nauwelijks leent voor een eed. Ik zou toch bij mijn leven kunnen zweren, zeg ik, als u me dat zou toestaan. Uw leven is van weinig waarde, zegt hij. Voor mij, die alleen maar dit ene bezit, is het niet tenmin zeer waardevol, zeg ik. De waarde van een voorwerp is afhankelijk van zijn zeldzaamheid. Ik ben tot koopman opgeleid, zegt hij. Uw argumenten spreken me wel aan. Zweert u dan, Mr. Varkenskop, dat, mocht u mij ooit weer ontmoeten, u uw ogen zult dichtknijpen en ze niet eerder opendoet voor ik een half mijl van u verwijderd ben? Dat zweer ik u, Mr. Faux, zeg ik, bij mijn leven. En nou zou ik u dankbaar zijn als u die stalen punt van mijn adamsappel zou willen verwijderen. We hebben ongewoon ruw weer en dat koude ding doet me bibberen. Goed dan, Mr. Varkenskop, zegt hij, knijp uw ogen dicht. Wat ik ook deed. En ik voelde
De ijskoude punt nog lange tijd op mijn keel. En de kiespijn in mijn voet. En toen ik uiteindelijk waagde op te staan en om me heen te kijken, was hij met huid en haar verdwenen. Ja, alleen een paar nieuwsgierigen gaapten mij aan, alsof ik uit Bethlehem was ontsnapt. Staat u mij toe, Mr. Stevens, u met uw tegenwoordigheid van geest geluk te wensen, waardoor u ongetwijfeld erger hebt voorkomen dan u nu hebt beleefd. Mr. Creech, ik ben geroerd. Maar ik weet zeker dat u zich in mijn plaats niet minder eerbiedwaardig zou hebben gedragen. 10 januari 1703. Weer een onverkwikkelijke dag. De man die u al lang te pakken had moeten hebben, Mr. Creech, heeft van zich laten horen. Als ik uw lordship met de vraag mag lastigvallen, op welke wijze en waar vandaan? Uit Londen. En heel gewoon per pennypost. Ik begin ernstig te vrezen dat u Mr. Fooey nooit grijpen zult, tenzij hij persoonlijk in Whitehall verschijnt. En zelfs in dat geval kan het gebeuren dat u en Mr. Stevens de ogen sluiten tot hij de regering van Hare Majesteit bij de neus heeft genomen en weer in damp is opgegaan. Onze methode, milord, moet u beschouwen als een soort walvisjacht. Het dier mag het een tijd onder water volhouden, maar tenslotte moet het toch opduiken en blazen. Ik wenste wel dat uw maatregelen net zo doeltreffend waren als uw vergelijkingen, Mr. Creech. Eerste brief. Kijkt u eens wat u daaruit opmaakt. Het is zonneklaar, uw lordship, dat Mr. Defoe zich in zijn huidige toestand niet op zijn gemak voelt. Het staat mij tegen voor de justitiële organen van Hare Majesteit te moeten vluchten, schrijft hij. En hij is verontrust bij de gedachte aan de tranen van een talrijk, geruineerd gezin. Want alles wekt de hoop op succes voor ons. Werkelijk, Mr. Creech? Ja. Volgens mijn lezing wordt zijn vrees, voor zover aanwezig, aanzienlijk overtroffen door zijn brutaliteit. Niet alleen steekt hij met onze draak, hij stelt ons ook nog voorwaarden. En als toppunt van driestheid biedt hij ons een transactie aan. Luister goed, Mr. Creech. Dit is Mr. Fooey's hoogste bod. Als haar majesteit in haar genade aan mij volledige vergiffenis zou schenken voor mijn vergrijpen, dan zou ik voor haar majesteit op eigen kosten een troep ruiters samenstellen en aan het hoofd daarvan haar dienen tot mijn laatste ademtocht. En schaamteloos ondertekent hij als uw gehoorzaamste, bedroefde en ootmoedige smekeling en dienaar. Ten slotte stoppen we straatrovers, piraten, dieven en zedenschenners herhaaldelijk in het leger. Het is economischer dan op te hangen. Een leger van misdadigers, Mr. Creech, betekent geen bedreiging van de bestaande staatkundige orde. Maar een oproerig schrijver hoort achter slot een grendel in Newgate. En ik raad u, Mr. Creech, hem zo spoedig mogelijk daar te hebben. En hoe wilt uw lordship de brief beantwoorden? Wel, Mr. Creech, wij zullen een openbaar antwoord verzenden. Wilt u het alstublieft noteren en ervoor zorgen dat het in de volgende aflevering van de Gazette van Londen verschijnt. St. James, datum van heden. In aanmerking genomen dat Daniel Fooey, alias etc., ervan beticht wordt een aanstootgevend en rebels schotschrift getiteld De kortste metten met de dissenters te hebben geschreven, wordt aan een ieder die genoemde Daniel Fooey opspoort, zodat deze kan worden gevangen genomen, een beloning van 50 pond uitgeloofd, welke Hare Majesteit heeft bevolen onmiddellijk na zulke opsporing uit te betalen. Deze vrijgevigheid van milord, die anders een van de gierigste mensen is, kwam mij als iets waarlijk opmerkelijks voor. 16 januari 1703 liet Mr. George Groom de drukker naar Newgate overbrengen. Het is nauwelijks te verwachten dat Mr. Fooey tevoorschijn zal komen om zijn drukker te bevrijden. Het hemd is de mens nader dan de rok en sinds Christus stierf van het kruis, om onder andere ook u, Mr. Creech, van de eeuwige verdoemenis te redden, hebben inderdaad maar weinig lieden zichzelf ter wille van anderen geofferd. Maar de veiligste methode ter beteugeling van de drukpers is de drukker in verzekerde bewaring te houden. Wij zullen dus in elk geval een nuttig resultaat bereiken. 24 februari 1703. Na een rijkelijk ontbijt naar het gerechtshof de Old Bailey. Het hof, onder voorzitterschap van de Lord-Burgemeester, was samengesteld uit rechters van de hoogste rang, onder wie de opperrechter Sir John Holt en anderen, die Mr. Defoe in eerdere geschriften en pamfletten in het openbaar bespottelijk had gemaakt. Toen duidelijk werd dat Mr. Defoe niet van plan was om zich te vertonen, opende de opperrechter de zitting en de aanklacht werd voorgelezen.
Volgens de aanklacht beoogde het door beklaagde geschreven schotschrift De Kortste Metten met de Dissenters de protestanten die afweken van het dogma der wettige kerk het genot der godsdienstige tolerantie hun bij koninklijke akte van 1689 toegezegd te onthouden. Het was een vernuftige list die de advocaat der kroon Harcourt daar had verzonnen. Hij kon Mr. Defoe immers moeilijk voor de voeten werpen dat deze de gedachte die de hoge geestelijkheid zelf had verbreid tot aan het einde consequent had uitgewerkt en door die boze daad de schoonste christelijke onderrichtingen ad absurdum had gevoerd en man op de hoogste plaatsen van de macht als gevaarlijke dwaas aan de kaak had gesteld. Daarom stelde de advocaat der kroon het voor alsof de ironie van Defoe ernstig was gemeend en vatte hij de zogenaamde verwijten tegen de dissenters en de aan hen gerichte vreselijke bedreigingen letterlijk op en klaagde zo de spotten aan dat deze in ernst verdedigde wat zij, die hij in zijn satire had gehoond, in hun hart wenste men niet durfde uiten. Met dezelfde logica zou iemand kunnen zeggen dat het koekoeksei in het nest van de leeuwerik in werkelijkheid een ei was van de leeuwerik, om dan de koekoek ervan te betichten dat zij een leeuweriksei had gelegd. Wegens afwezigheid van de beklaagde echter moest de zaak worden verdaagd. 26 februari 1703. Gelijktijdig met de behandeling voor het gerecht werd op last van Milord een klacht ingediend in de Commons en het huis besloot terstond tot de openbare verbranding van het rebels en hatelijk schotschrift De Kortste Metten met de Dissenters. Ik derhalve in de vroege ochtend naar New Palace Yard in Westminster, aangezien Milord een verslag omtrent de algemene stemming en eventuele ongewenste incidenten bij de gebeurtenissen wenste te ontvangen. Maar de menigte hield zich kalm, leek zelfs neerslachtig, met uitzondering van een paar dronken kerels die voor alles en iedereen gejuicht zouden hebben, en verscheidene geestelijken die luide van hun instemming getuigden toen de openbare beul naar voren trad en de toorts onder de hoogverraderlijke geschriften hield die tot een hoge berg waren opgestapeld. Die brandde lustig. De rook steeg recht naar de klare, koude hemel op. Een van de aanwezigen, een diener van de kerk, met een gezicht vol puisten, riep uit: mocht het Gods wil zijn dat deze foe tezamen met zijn boeken brandde? Maar uit de kring der toeschouwers antwoordde er een: meent u soms, sir, dat het zo simpel is? U verbrandt de boeken, u verbrandt de man en de ideeën verwaaien de wind als aas. Na de verbranding ontmoette ik de beul in een nabijgelegen kroeg. Mr. Creech, kunt u ons niet meer van zulke boekverbrandingen toespelen? Wel zijn ze geldelijk gezien van klein belang, maar veel klein vee maakt de mestvaat groot en voor een bescheiden vriendendienst zijn we reeds dankbaar. U hebt geluk, vriend. Haar majesteit zal wel eens in voortdurende zorg voor het welzijn van haar liefhebbende onderdanen morgen op de vergadering van het parlement iets over uw verzoek te zeggen kunnen hebben. Waarlijk, Mr. Creech, u bent een tovenaar en een profeet. Een profetie was het niet. Lord Nottingham was de eer te beurt gevallen deze passage van de troonrede te ontwerpen. Ik meen dat het in het openbaar belang geweest zou zijn nog enige wetten te hebben tot inperking van de overmatige vrijheid, welke bij het publiceren en verbreiden van de schandelijkste pamfletten en schotschriften gemeengoed is geworden. Tenminste echter in het raam van de bestaande wetten, zo ik hoop, zult u allen, en ieder op zijn post, alles doen om zulke schadelijke praktijken te verhinderen en te bestraffen. Mijn aan de beul gegeven woord berustte dus op goede gronden, en hij voelde zich zeer opgemonterd. In het vooruitzicht op de voorbije welstand betaalde hij de wijn en de oesters. 15 maart 1703. Naar het schijnt speelt de kat niet meer met de muis, maar omgekeerd. Vandaag bracht Mr. Varkenskop me een werkje dat nog naar de drukinkt geurde en hij snoof geërgerd: dat ligt in de hele stad in de boekwinkels uitgestald. Zelfs op de hoeken van de straten wordt het verkocht. Phoenix uit zijn as, Mr. Creech. Een nieuwe uitgave van De Kortste Metten met de Dissenters. Maar even zijn nieuw voorwoord van de schrijver. Ik las het voorwoord in de hoop dat het ons enig nuttig houvast zou bieden. Vond echter niets. Mr. Creech, ik ben zeer bevreesd voor uw positie.
Niet alleen is Mr. Foe ons tot op heden steeds ontsnapt. Hij heeft ook in alle rust nieuwe streken verzonnen. Er een drukker voor gevonden, drukproeven doorgelezen en met tal van lieden zakelijk onderhandeld. En dat alles terwijl er een leger van verklikkers naar hem uitkijkt. U ziet over het hoofd, Mr. Stevens, dat Engeland is gezegend met een ordelijke regering in wier kantoren elk papier zijn ordelijk domein en elke dienaar van de staat zijn ordelijke bevoegdheid heeft. Tot de uwe behoort de drukpers. Wanneer u wenst dat ik de drukker noem van deze uitgaaf, Mr. Creech, dan moet ik u tot mijn leedwezen teleurstellen. De drukker van dit uitgaafje interesseert me niet zozeer, Mr. Stevens. Veel eer zoek ik een ander. Iemand die iets voor mij moet drukken. En de meest gewetenloze, meest geldzuchtige man van die branche moet ik hebben. Dan moet u zich wenden tot John Ho. Geen grote schurk heeft ooit dit ambacht uitgeoefend. 7 april 1703. Mr. Creech, hoe lang meent u het gerecht aan het lijntje te kunnen houden? En wanneer verwacht u Mr. Foy voor verhoor en berechting beschikbaar te hebben? Binnen 6 weken. Hoe dat zo, Mr. Creech? Is de walvis opgedoken om lucht te happen? Wij hebben een harpoen geworpen en hopen dat die haakt. Dat waren wel te wensen, Mr. Creech. En hoe ziet die harpoen van u eruit? Een bescheiden geschenk voor uw lordship. Met de complimenten van de drukker, Mr. John Hall. Daniel Defoe's verzamelde geschriften. Met inbegrip van de kortste metten met de dissenters. Voor 2,06 shillings. Daarbij zeer fraai, zoals uw lordship moet erkennen. En zo zorgvuldig gedrukt en gebonden als de haast het toeliet. Naast die kwaliteiten echter onderscheidt zich deze uitgave door een andere eigenschap die de auteur voor ons uit zijn schuilplaats lokken zal, zodat we hem kunnen grijpen. En die zou zijn? Dat het een hoofddruk is. Ongeautoriseerd, zonder een penny honorarium voor de schrijver. 21 mei 1703. Lord Nottingham bracht me gimmer in herinnering dat me nog slechts 1 week restte van de 6 waarom ik had gevraagd. Met het oog op de oppositie tegen de anti-dissenterswet in het Hoge Huis, met het oog voorts op de steeds toenemende agitatie in de koffiehuizen, met het oog op het feit ten slotte dat zekere hogere heren zijn positie begeren, staat Milord onder een druk die ook blijmoedige naturen dan hij op hun ondergeschikte zouden afwentelen. Wel, Finny, zijn een lordship zou je in je ongewassen toestand zeker niet ontvangen. En ik vermoed dat je voor iets nuttigers gekomen bent dan voor een grondige reiniging en verfraaiing van je persoon. Bovendien komt het goed uit dat ik de adjudant, adjunct, gevolmachtigde en adviseur in geheime zaken van zijn lordship ben. Dus of je met mij praat of met hem, komt op hetzelfde neer. Daarop viste de knaap een geheel en al verfronde krantenpagina uit zijn zak, die hij uit de Gazette van Londen had gescheurd. En hij wilde weten of de uitgeloofde beloning van 50 pond nog geldig was. Ik bevestigde dat. Daarop verklaarde hij dat hij in Spitalfields, in het huis van een zekere Salmon, een Frans Wever, terechtgekomen was. En daar was hem een goed geklede man opgevallen die, verdiept in zijn papier, aan een tafel was gezeten. Deze had namelijk met inbegrip van een vrat op zijn kin precies gepast bij de beschrijving die in de Gazette stond afgedrukt. Hij verzocht terstond te worden uitbetaald en smeekte ons zijn naam geheim te houden. Geen enkele regering ter wereld geeft haar verklikkers prijs. Zonder hen zouden de machtigste dienaren van de staat doof en blind zijn en uitgeleverd aan de grinnen van het volk. Je beloning zul je ontvangen zodra we de gezochte man in handen hebben. Omstreeks middernacht begaven we ons op weg naar Spitalfields. Mr. Salmon was geen rijk man. Zijn huis was klein en bezat slechts 1 enkele achterkamer, waaruit Mr. Defoe zonder enig teken van verrassing naar buiten kwam en zich overgaf met de mededeling dat hij ons al verwacht had. Mr. Creech, korte tijd geleden had ik een droom waarin ik u en de beide heren die u begeleiden zo duidelijk zag als nu. Met uw wapens, uw hoeden, uw gespen en riemen. En u trad het huis binnen en nam mij gevangen. Ik zweer u dat het zo is. Ik heb mijn zwager ook daarvan verteld en hij ried me aan de stad onmiddellijk te verlaten. Maar ik wou niet. Hield de droom u tegen of de gedachte aan Mr. Howe, de drukker? Hij keek me aan met een vreemde blik, maar zweeg en bood ons zijn polsen opdat we ze konden binden.
22 mei 1703. Liet de gevangenen naar Whitehall brengen en aan Lord Nottingham voorgeleiden. Ze konden elkaar van het begin af aan niet leiden. Er kon werkelijk geen grotere tegenstelling bestaan dan die tussen die beide mannen. De ene lang, mager, nors, wantrouwig. De andere kort, gespierd, ironisch. En pogend zijn humor in te tomen om zijn inquisiteur niet onnodig te ergeren. Mr. Fooey, u zult niet ontkennen, neem ik aan, dat u de schrijver bent van het schotschrift getiteld De Kortste Metten met een Dissenters. Ik heb het boekje wel geschreven, echter niet met boos opzet. Men heeft mijn woorden verkeerd uitgelegd en misverstaan. Zoals het in de wereldgeschiedenis sinds Socrates helaas al vele schrijvers is vergaan. Ik hou me niet bezig met de zaak Atheense regering tegen Socrates. Wel echter met de zaak koningin tegen Daniel Fooey, waarin de feiten zonneklaar, tastbaar en onweerlegbaar zijn. Uw lordship, als ik geweten had welk een ergernis het werkje bij de hoogste instantie zou veroorzaken, dan had ik liever mijn hand afgehakt dan dat ik haar gebruikt om te schrijven. Mr. Fooey, ik zou willen opmerken dat uw uitvluchten onder het beslag leggen op onze tijd en u niet baten. Ieder weldenkend mens mag het duidelijk zijn dat een man van uw métier, een man met uw verleden, niet voor eigen rekening werkt en zeker niet bij een onderneming die een zo ernstig risico met zich brengt. Zodat anderen, die zich op de achtergrond houden, hem daartoe moeten hebben aangezet. Als u mij die noemt, Mr. Fooey, beloof ik u op mijn woord van eer dat het gerecht u met een nominale straf ontslaat. In het andere geval komt u aan de schandpaal en onze Mr. Creech zal ervoor zorgen dat de rotte vis en de bakstenen hun doel niet zullen missen. Ik wil pogen uw lordship te verklaren wat zich in het hoofd van een schrijver, tenminste in het mijne, afspeelt. Opdat uw lordship begrijpt dat hier niemand achter de schermen op de loer ligt en er geen samenzwering in het spel is, maar uitsluitend een man met zijn gedachten en zijn pen. Het komt als een bliksemflits uit heldere hemel die een vuur ontsteekt. En niets kan het vuur doven tot het is uitgewoed. Of als een jeuk. Wat komt als een bliksemflits? Of als een jeuk? Precies, alstublieft. De idee. Ik heb de predicaties van de hoge geestelijkheid gelezen. Ik heb de woorden van de bekrompen duisterlingen gehoord die vurig terugverlangen naar een bigot verleden. En plotseling was het mij of ik de triomfantelijke lach van wijle koning William hoorde, welke ik de eer had te dienen. En de echo van de revolutie, waarvoor ik de eer had te strijden. En ik zag in dat men niets anders te doen stond dan de zaak van de officiële stommelingen uitputtend te beschrijven om hen zo in hun eigen bespottelijkheid te doen verdrinken. Mr. Fooey, u zult toch zelf niet geloven dat ik mij tevreden stel met zulke medeplichtigen als de geest van een dode koning en de echo van een revolutie. Ik ben een man van eer en zou liever nog groter leed op mij nemen dan andere mensen valselijk te betichten. Dus, Mr. Fooey, begrijp ik goed dat u op dit moment niet in de stemming bent om uw geweten te verlichten, waardoor ik wederom uw toestand zou kunnen verlichten. Ik heb uw lordship alles gezegd wat er te zeggen was. Mr. Creech, wilt u deze man naar Newgate laten overbrengen en opsluiten? 1 juni 1703. Ik gaf Finney zijn loon van 50 pond. Deze zette zijn kruis onder de kwijting, kuste mijn hand en zwoerde die voor altijd mijn beste vriend en trouwste dienaar wilde zijn. Toen hij zich omwendde om te gaan, riep ik hem terug en maande hem op zijn hoede te zijn, want nu hij wel gesteld was, liep hij gevaar te worden overvallen en van zijn rijkdommen wellicht zelfs van zijn leven beroofd te worden. Nou, dat begreep hij niet, want buiten Mr. Dagley en mijzelf was er toch niemand bekend wie Mr. Defoe had aangebracht. Daarop prees ik de scherpzinnigheid waarmee hij die omstandigheid had ingezien, en ik moedigde hem aan de juiste consequentie eruit te trekken. Wat hij dan ook deed, door de helft van zijn buit op het tinnen bord te deponeren dat binnen handbereik was neergezet. Vervolgens
begaf ik mij naar Newgate en bracht de gevangenen naar Whitehall. De staatsraad bestond uit Lord Nottingham, de Lord Thesaurier Lord Godolphin, de Lord Zegelbewaarder, hertog van Buckinghamshire en Normanby, alsmede andere grote lords en heren die allen Mr. Defoe met weinig interesse monsterden op een wijze alsof hij hen afhield van het middagmaal, wat waarschijnlijk ook het geval was. Zich tot Mr. Defoe wendend, kondigde Lord Nottingham aan dat hij mild en als gentleman behandeld zou worden als hij berouw en openhartigheid betoonde en de kliek zou noemen in wie opdracht hij handelde en waarmee hij samenzwoer. Zo niet, dan zou de wet in volle gestrengheid op hem worden toegepast. Op eerbiedige toon gaf Mr. Defoe de staatsraad toe dat het werk, de kortste metten met de dissenters, wellicht aan een ongelukkige gedachte ontsproten was en op een ongelukkig tijdstip gepubliceerd. Maar hoe wilden hunne lordships het bewijs leveren dat het een misdaad was om in scherts te herhalen wat anderen in ernst had gezegd? Ten slotte vereiste zulk een kunststukje geen complot, tenzij men in het overhandigen van een manuscript aan een drukker en in het verlenen van een drukopdracht het bestaan van een complot zou willen zien. Maar hij ontkent toch niet dat hij het werk met een politiek doel heeft geschreven. Namelijk ter beïnvloeding van de onderdanen van Hare Majesteit. Er zal wel geen auteur in Engeland bestaan, uw lordship, die bij zijn werk niet hetzelfde doel voor ogen staat. En als u dat tot misdaad uitroept, dan hebt u spoedig alle schrijvers aan de galg. Waarop Lord Godolphin, deze dag door jicht geplaagd, tegenwierp dat Hare Majesteits regering niet kwalijk gediend zou zijn wanneer ze op die manier van de scribenten werd bevrijd. Maar de Lord Zegelbewaarder meende dat het doeltreffender zou zijn lieden met zulke gaven te kopen. Want stellig zouden ze goed te gebruiken zijn om de opvatting van Hare Majesteit in het openbaar te brengen. Dat nu weer verdroot Lord Nottingham. Ziet u, lordship, dan niet in dat deze man reeds is gekocht? En dat wij al ons best doen vast te stellen wie van zijn diensten gebruik maakt en voor welk doel? Ja, natuurlijk. Dus, Mr. Foe, de Lord Thesaurier zal alles wat u van bepaalde zijde is betaald ongeveer anderhalf maal overbieden. Wat zegt u daarvan? Wees een goede kerel en neem het aanbod aan, opdat we eindelijk tot een oplossing komen. Ik zou willen dat ik uw lordships welgemeende aanbod kon aanvaarden, maar ik vrees dat u de overeenkomstige tegenwaarde van uw geld niet zou ontvangen. Hoezo? U zult ons toch niet bewust tekort doen? De snijder snijdt al naar de klant, maar woorden, hoewel veel lichter dan welke stof ook, laten zich zo niet snijden. Ze zijn geen weefsel uit schapenwol of uit de afscheidingsproducten van een worm. Ze ademen het leven waarmee de auteur hen door de gloed van zijn hart bezielt. Zonder dat zouden zij slechts dode hulzen zijn. En niemand zou er wijzer van worden. U heet de adem, echter Mr. Foy, wil uitsluitend in één richting blazen. En wel tegen Hare Majesteit. Oh nee, dat logen ik. Tegen wie dan? Tegen huichelarij, tegen onrecht en onverdraagzaamheid. Ik mag toch aannemen dat uw lordship deze man niet aan ons heeft voorgeleid om uiting te geven aan zijn edele gevoelens, maar om ons inlichtingen te geven over ontstaan en achtergronden van een der schandelijkste demagogische maaksels van de laatste jaren. Inderdaad. En hoewel de gevangene alle gelegenheid tot verbetering van zijn toestand is gegeven, heeft hij zich een volkomen verstokt man betoond. Het recht nemen zijn loop. 7 juli 1703. Bij de zitting van de Kamer voor Verhoren vonnissen in Old Bailey. De rechtszaal gevuld met toeschouwers, journalisten, geestelijke, leeglopers uit de koffiehuizen, twijfelachtige figuren. Maar ook heren van stand, waaronder verschillende afgevaardigden van het huis. Allen in gespannen verwachting. De stand der weddenschappen 2-1. Of Mr. Defoe zou verschijnen, of weer voortvluchtig was. Het was een idee geweest van Lord Nottingham om de gevangenen op borgtocht uit Newgate te ontslaan. Maar deze te bepalen op de ongewoon hoge som van 1500 pond. Houdt u voor mij de man in het oog, Mr. Creech. Wij willen erachter komen wie de waarborgsom voor hem betaalt. Daarboven moeten we een bezoek afleggen bij een zekere Mr. Colepeople, die zich bereid heeft verklaard Mr. Foy voor de rechtbank te verdedigen. Onderzoek dus hoe hij er tegenover staat om er bij Mr. Foy op aan te dringen dat deze schuld bekent. U moet duidelijk laten doorschemeren dat wij Mr. Foy vriendelijk zullen behandelen wanneer hij in die zin een bekentenis aflegt.
Een onderzoek naar de borgen leverde niets op. Het waren kleine luiden, bootbouwer, bakker, dergelijke. Ze stelden hun spaarpenningen en bescheiden tegoeden ter beschikking. Mr. Defoe zelf bracht het grootste aandeel in, en wel 500 pond, welke hij door bemiddeling van zijn zwager had geleend. Ook trad hij de periode tussen zijn ontslag uit Newgate en de zittingsdag van het proces met niemand in contact die als mogelijke medeplichtige in aanmerking was gekomen. Op de vraag waarom hij de couch niet liet vervallen en de vlucht nam, antwoordde hij, een vriend die hem met het Bijbelwoord "Help u zelf, o Heer" daartoe aanmaande, dat de wens zijn aanzien van rechtschapen man in stand te houden en de gerechtigheid van de zaak die hij verdedigde hem van de vlucht hadden weerhouden. Op dat tijdstip echter had ik reeds met Mr. Coalpeeper gesproken, die de reddende strohalm die ik hem toestak me al te gaan aangreep. Een goede advocaat met ervaring in openbare strafprocessen zou zijn cliënt nooit zo weerloos aan de barmhartigheid van het gerecht hebben uitgeleverd. Mr. Coalpeeper echter was eigenaar van een landgoed, slechts oppervlakkig met de wet vertrouwd, die op het bericht dat Mr. Defoe geen gerenommeerde advocaat betalen kon, hem zijn diensten aanbood, en wel uit dankbaarheid, omdat een vroeger werk van Defoe wezenlijk tot zijn eigen bevrijding uit onrechtvaardige hechtenis had bijgedragen. Toen derhalve om 10:00 precies de beklaagde, begeleid door Mr. Coalpeeper, verscheen en op de beklaagde bank plaatsnam, steeg een luid gemompel op dat pas verstomde toen de rechters binnentraden. De Lord-burgemeester, Sir Samuel Dashwood, opende het proces, en de opperrechter, Sir John Holt, liet de akte van beschuldiging nogmaals voorlezen, daar bij de zitting van 24 februari de eerste lezing in afwezigheid van de beklaagde was geschied. Mr. Fooy, bekent u in de zin der aanklacht schuldig te zijn? Mr. Fooy. Doch voor hij ja of nee kon antwoorden, stond Mr. Coalpeeper op en verklaarde dat beklaagde met het oog op de genadige welwillendheid van haar majesteit en zekere andere overwegingen bekende schuldig te zijn. Is dat juist, Mr. Fooy? Bekent u inderdaad schuldig te zijn? Daar heeft hij zichzelf de stroop in omgedaan, de arme kerel! De Lord-burgemeester maande tot kalmte en verzocht vervolgens de advocaat der kroon, Harcourt, zich uit te spreken ten aanzien van de strafmaat. Dat was een zaak naar het hart van Sir Simon Harcourt. Had hij de aanklacht punt voor punt moeten bewijzen, dan was het hem zwaar gevallen, zeker tegenover een slimme verdediger. Maar nu lag zijn slachtoffer weerloos voor hem en hij geestelde het ongeremd en onbelemmerd. Zijn lasterpraat steeg ten top bij de bewering dat de kortste metten over bergen schedels van geestelijke voerden en Engeland in anarchie en burgeroorlog zou storten, tenzij aan de schrijver ervan een exempel werd gesteld. Nu tenslotte moest het Mr. Defoe en zijn onvertuidelijk advocaat wel duidelijk zijn in welke toestand zij zichzelf hadden gebracht. Mr. Defoe staarde neerslachtig voor zich uit en Mr. Coalpeeper poogde zijn gedachten te verzamelen voor zijn pleidooi dat op zijn best een krachteloos gejammer om genade kon zijn. Doch niemand onder de toeschouwers, ikzelf natuurlijk uitgezonderd, verwachtte zulk een streng vonnis als de opperrechter aan het slot voorlas. Het betalen eener boete van 200 mark in wettige Engelse munt en het staan aan de schandpaal. 1 dag in Cornhill, vlak bij de Londense beurs, en de volgende dag in Cheapside, in de nabijheid van de fontein daar ter plaatse. De 3e dag in Fleet Street voor Temple Bar. En wel telkens 1 uur tussen 11:00 voormiddag en 2:00 namiddag, naar keuze. Met een papier boven zijn hoofd waarop zijn vergrijpen geschreven staan. En dat genoemde Daniel Fooy, alias Defoe, zekere waarborgen moet geven voor goed gedrag gedurende de eerstvolgende 7 jaar. 19 juli 1703. Heden moest Mr. Defoe aan de schandpaal staan. Het werd echter uitgesteld en zou wel opnieuw worden uitgesteld. Mr. Creech, denkt u dat het mogelijk zou zijn dat er in het geheel geen complot bestaat? Koestert uw lordship daar omtrent enige twijfel? Oh, niet ikzelf, maar andere prominente personen overwegen alles opnieuw en vragen mij
of Mr. Foy niet toch zelfstandig gehandeld kan hebben zoals hij volhoudt. En of het gerecht niet te streng tegen hem is opgetreden. En of niet een deel van het volk zich daarom wellicht tegen ons zal keren. Ja, sommige lieden gedragen zich vreemd. Ze trekken aan de touwtjes, maar roepen ho als de pop aan het dansen gaan. Kortom, zij zouden gaarne zien dat we hem genade schonken. Maar hoe kunnen wij opkomen voor een daad van genade als hij niet bekent? En hoe kan hij bekennen als er geen complot is? Complot hier, complot daar. Bekentenissen gaan er 12 in een dozijn. Sommigen geven zelfs nog een 13e toe wanneer dat wordt gevraagd. De vraag is maar hoe het hem aantrekkelijk wordt voorgesteld en wie er het beste kan doen. Misschien moeten wij daartoe gebruik maken van een geestverwant van hem, een dissenter. Zo mogelijk zelfs een van hun predikanten. Die heren geestelijke van welke gezindheid zij ook mogen zijn, zijn beroepshalve zeer wel bespraakt en het zijn verstandige lieden. Ik geloof dat ik uw lordships aandacht moet vestigen op het feit dat de gevangene zich vanuit zijn kerken tot 3 van de bekendste predikanten der dissenters heeft gewend en hun verzocht heeft aan zijn zijde in gebed te knielen. Alle 3 weigerden zij. Ja. Hoewel een van hen verscheidene jaar geleden naar Newgate kwam om met Mr. Whitney te bidden, voordat deze werd opgehangen, ja. Mr. Whitney was een rover, hè? Moordenaar. Niet een schrijver met eigen idee. Ik leid daaruit af dat Mr. Foy in neerslachtige stemming en in grote vrees verkeert. Die vraag is moeilijk te beantwoorden, aangezien de mededelingen van de cipiers tegenstrijdig zijn. De een treft hem in de diepste radeloosheid aan, de andere vol goede hoop op een ingrijpen van God of andere instanties. Daar vrienden hem van een kleine som geld hebben voorzien, kon hij voor een cel alleen bij de goed kaarsen, als ook voor eten en drinken, pen en papier, betalen. Hij klaagt echter over vuil, vocht, getier en lawaai, en vooral over de kwalijk riekende damp die, zoals hij zegt, gevangeniskoorts en andere ziekten meebrengt. Hij schrijft en corrigeert vroegere werken voor de drukker en verzendt talrijke brieven. Men heeft opgemerkt dat hij bij zodanige arbeid het rustigst, misschien zelfs wel gelukkig is. Vervolgens werd Milord hoogst ontstemd en gaf hij zijn mening te kennen over de al te grote menslievendheid van Hare Majesteitsregering. Toen verklaarde hij dat hem de geschikte persoon was ingevallen voor ons voornemen. Hij dacht namelijk aan Mr. William Penn, die, hoewel hij kweker was, bij het hof in hoog aanzien stond en van wie Lord Godolphin meer dan eens gebruik had gemaakt wanneer deze met lieden wenste te onderhandelen bij wie hij het niet raadzaam vond hen persoonlijk te benaderen. Ik derhalve met een door Lord Nottingham eigenhandig geschreven brief naar Mr. William Penn. Trof echter slechts William Penn Jr. aan, daar Penn Senior Londen voor een dag of 2 had verlaten. Penn Jr., van wie men zegt dat hij even losbandig en liederlijk is als zijn vader sober en rechtschapen, toonde ogenblikkelijk belangstelling voor de zaak. Ah, Newgate, daar valt nog wel iets te beleven. En Mr. DeVoe is een geestrijk man. Waarom op mijn vader gewacht? De zaak is dringend, schrijft zijn lordship. Ik zal in plaats van mijn vader gaan en in de geest van zijn lordship met de gevangenen spreken. Wat Mr. Penn Jr. dan ook deed, en met succes naar het scheen. Hij bracht verslag uit aan zijn vader, want Milord ontving een brief van Lord Godolphin, gedateerd de Windsor 17 juli. Nadat ik de eer had gisteren uw lordship te ontmoeten, kreeg ik bezoek van Mr. William Penn, die mij meedeelde dat hij reeds het antwoord aan de Lord Zegelbewaarder had overgebracht, dat Mr. Foy nu van zins is uw lordship alles onder ede te vertellen wat hij weet en zijn desbetreffende medeplichtige te noemen ter informatie van de koningin en van de lords der staatsraad onder voorwaarde dat hem daardoor kwijtschelding wordt verleend van de straf en de schandpaal en dat hij tegen niemand als getuige hoeft op te treden. Wel, Mr. Creech, zo hebben wij dus door onze standvastigheid Mr. Foy gebracht waar we hem hebben wilden. Hare Majesteit wenst mij in Windsor te zien. Het zal nog eens door iedereen worden erkend dat wij kroon en kerk beide hebben behoed voor een van de gevaarlijkste intriges die ooit is beraamd. 23 juli 1703. Er bleef Milord, wilde hij Mr. DeFoe's bekentenis horen, niets anders over dan zich aan de weerzinwekkende toestanden van de Newgate-gevangenis bloot te stellen. Inmiddels vernam hij van William Penn Senior dat de Lord Zegelbewaarder, hertog van Buckinghamshire en Normanby, het verhoor van de gevangenen eveneens wenste bij te wonen.
En zo beval Milord dan zuchtend en met zijn ogen ten hemel gericht al de noodzakelijke voorbereidingen voor het bezoek van hemzelf en van de Lord Zegelbewaarder aan Newgate te treffen. Het verwijderen van alle drek en stank van bijna 100 jaren was niet te verwezenlijken. Derhalve werd besloten dat een dozijn cipiers hun lordships zouden voorgaan om het grofste vuil weg te vegen en geurig reukwater in het rond te sprenkelen. Anderen, met knuppels bewapend, moesten die gevangenen tegenhouden die van plan waren hun lordships te voet te vallen of het hun op andere wijze lastig te maken. Ook moesten gemakkelijke stoelen in Mr. Defoe's cel worden geplaatst en moest de cel zelf gewit en van rondkruipend ongedierte ontdaan worden. Zodanige voorbereidingen konden niet onopgemerkt blijven en vergroten de Newgate heersende onrust in hoge mate. Een afdeling constabels moest worden opgeroepen om de maatregelen ter bescherming van hun lordships kracht bij te zetten. Ondanks dit alles gelukte het verscheidene gevangenen de afzetting te doorbreken. Een hoer met een enorme hangboezem wierp zich aan de borst van de ongemeen elegante Lord Zegelbewaarder en besmeurde zijn schouder met snot. Een luid weeklagen en vloeken verhief zich toen de knuppels der cipiers op de koppen van de gevangenen neersuisden en het bloed rijkelijk uit neuzen en lippen vloeide. Dwars door die beroering schreed Lord Nottingham met de grootste verachting. Het licht van de toortsen danste over zijn spichtig gelaat en deed zijn ogen wonderlijk oplichten. Slechts eenmaal informeerde hij of Mr. Foy zich wel in zijn cel bevond. En aangezien de oppercipier dit bevestigde, vervolgde hij zijn weg. Toen hij de cel binnentrad, groette hij de gevangene hoffelijk. Ik zie, Mr. Foy, dat u hebt geschreven. Een goede welgevalliger werk dan uw kortste metten, naar ik hoop. Het wordt een lang gedicht. Een lofzang op de schandpaal. Aha. Uitstekend. Vrees en wroeging zijn al sinds Bijbelse tijden de bron geweest van enige der beste werken van de literatuur. Maar de Lord Zegelbewaarder en ik hebben niet de moeite van de reis hier naartoe genomen om kunstzaken te bespreken. Veel eer, zoals u zult hebben vermoed, Mr. Foy, wensen wij nu eindelijk een volledige verklaring te horen over alles wat u omtrent het schrijven en publiceren van de kortste metten met een dissenters weet, evenals het met name noemen van uw medeplichtigen, en een uiteenzetting van al wat de samenzwering beoogt. Ik had het vermoeden dat uw lordships waren gekomen om mijn veroordeling ongedaan te maken en mij uit dit vervloekte hol te bevrijden, zoals mij was toegezegd toen ik voor het gerecht mijn schuld bekende. Een verklaring van schuld zonder volledige bekentenis is als een pimpelaar zonder wijn. En wilt u wel zo goed zijn de tijd van de Lord Zegelbewaarder en van mij niet te verspillen? U hebt op een wijze die niet vatbaar is voor misverstand verklaard dat u bereid was mij onder ede alles mede te delen wat u weet van de samenzwering, u medeplichtige te noemen, et cetera. Als het uw lordje belieft, wanneer en tegenover wie heb ik dat ooit verklaard? De mededeling stamt van Mr. William Penn, de Quaker, die verscheidene lords van de staatsraad daaromtrent heeft ingelicht. Dit is het concept van mijn brief aan Mr. William Penn senior. Verklaring van schuld zonder volledige bekentenis is als een pimpelaar zonder wijn. Sir, en wilt u wel zo goed zijn de tijd van de Lord Zegelbewaarder en van mij niet te verspillen? Als antwoord heb ik uw zoon hetzelfde verzekerd als de staatsraad. Namelijk dat ik op die wijze, zoals de heren menen, werkelijk niemand aan te geven heb. Ik verzeker plechtig dat buiten hetgeen men zo in gesprekken zegt, en waarschijnlijk is er meer dan genoeg kwaad bloed onder mijn geestverwanten, dat ik dus buiten dat geen aan mij medeplichtig heb. Geen kliek, zoals mijn lord dat noemt, met wie ik bij dit soort ondernemingen tot overeenstemming placht te komen, aan wie ik mijn plannen voorlegde, of van wie ik opdracht ontving. En mijn verlichting onder zulke voorwaarden beloven betekent dus mij in het geheel niets bieden. Maar, sir, met mijn geval staat het zo. Op het woord van de regering verscheen ik voor het gerecht. Ik verklaar me bereid mijn schuld te bekennen in de zin der aanklacht. Met inbegrip van alle bepalingen zoals boosaardig en rebels en heel de lange rapsodie van de et cetera's van de advocaat der kroon. Dat alles echter op de toezegging dat men mij met mildheid zal behandelen. Nu is het genoeg. We kennen de litanie. Als uw lordship mij toestaat. U zult erkennen, Mr. Foe, dat er een aanzienlijke tegenstrijdigheid bestaat tussen hetgeen Mr. William Penn, de Quaker, aan verschillende leden van de regering heeft medegedeeld en hetgeen u beweert hem te hebben geschreven. Hebt u Sir William Penn de zoon? Iets fundamenteel anders gezegd dan wat u de vader hebt geschreven. Volstrekt niet.
Maar ik kan onmogelijk instaan voor wat Penn Junior en Penn Senior mag hebben overgebracht. Wanneer heeft u uw brief verzonden en door wiens toedoen? Oh, meer dan een week geleden. Door toedoen van de oppercipier van deze gevangenis. Ik moest de oppercipier laten komen. Deze gaf toe dat hij de brief in ontvangst had genomen, verklaarde echter dat verscheidene dagen verlopen waren eer zijn secretaris hem de inhoud had kunnen voorlezen en hij de beslissing had kunnen nemen om de brief te laten passeren. Tegen die tijd was het bezoek van hun lordships reeds aangekondigd, wat hem en zijn medewerkers volkomen in beslag nam, zodat de brief pas gisteren was verzonden en wel, vanwege de geringe middelen van de gevangenen, per pennypost. Lord Zegelbewaarder trok zijn kanten zakdoek uit zijn mouw om zijn gezicht zo goed als het ging daarin te verbergen. Maar Lord Nottingham, die woedend was, wendde zich tot de gevangenen. Wilt u dan nu wel spreken, Mr. Foy? Ik vraag het u voor de laatste maal. Ik heb uw straf herhaaldelijk uitgesteld. Ik doe het nu niet langer. Wanneer de houten kraag zich om uw hals sluit, is het voor berouw te laat. Kan uw lordship maar niet begrijpen dat de vrije gedachte van de mens niet als een stok is die de hond op het bevel van zijn meester apporteert? Of is uw lordship zo blijven steken op de wegen der orthodoxie, dat elk idee dat niet door het regeringsapparaat is goedgekeurd u noodzakelijkerwijs voorkomt als deel van een rebels complot? 29 juli 1703. Vandaag komt de Defoe aan de schandpaal. Ik overtuigde mij dat de commandanten goed waren geïnstrueerd. Verdeelde vervolgens het merendeel van het voor de gelegenheid aangemonsterde gespuis in de nabijheid van de koninklijke beurs op werpafstand van de schandpaal. Aanvoerder onder hen was Finney. Deze was met een zak vol eieren, stinkende vis, tomaten en rotte kolen uitgerust. Met als extra kruiderij nog een paar keien. En hij verzekerde mij dat het gemis van één oog de trefzekerheid niet alleen niet verminderde, maar integendeel zelfs vergrootte. Reeds een half uur voor het begin van de gebeurtenis begon allerlei volk zich op straat te verdringen, zodat, ondanks haar breedte, al spoedig geen koetsen of andere wagens meer konden passeren en er bereden garde aan te pas moest komen om een weg te banen voor de kar waarop de gevangene enkele minuten voor het middaguur naar het schavot werd gereden. Mr. Defoe had er de voorkeur aan gegeven om te staan. Zijn handen waren niet geboeid, zodat hij zich aan de dwarsbalk kon vasthouden. Zichtbaar ongerust keek hij over de menigte gezichten heen, die hem in plotseling zwijgen waren toegewend. Enkele hoorden hem de voerman danken voor de rit. Toen steeg hij van de kar rechtstreeks op het schavot. En na hem klom de openbare beulen op. Beul sloot snel de blokken om zijn nek, polsen, zodat zijn gezicht, op zich grote droppels zweet vormde, grappig was ingelijst als op een schilderij. En boven zijn hoofd werd een papier bevestigd waarop te lezen stond: Daniel Foy, wegens het schrijven en publiceren van een oproerig schotschrift, kortste mette met de dissenters. Het vreemde zwijgen hield aan, terwijl Mr. Defoe poogde zich aan de hinderlijke constructie van de dwarsbalk aan te passen en zoveel mogelijk van diens last op de steunpilaren te verplaatsen. Robin Varkenskop, die ondanks zijn jicht naar Cornhill was getrokken, kwam op mij toegehinkt. Mr. Creech, ik heb een voorgevoel dat u moeilijkheden krijgt. Creech, alle tekenen wijzen erop dat het tegen ons gaat. Als u van plan bent toe te slaan, dan nu of nooit. Nog een weinig geduld, Mr. Stevens. We hebben 4,5 maand nodig gehad om de man te pakken te krijgen, maar we hebben hem. We kunnen rustig nog een paar minuten laten verstrijken. De massa is een wankelmoedig iets. En zij die nu Hosanna schreeuwen, zullen spoedig genoeg roepen: kruisigt hem. En daar op dat moment Finney aangeslopen kwam, die heimelijk wilde weten wat ik wenste te ondernemen, beval ik hem aan zijn mannen door te geven dat ze op slag van 12:30 moesten beginnen de gevangenen te beschimpen en te bekogelen. Mr. Defoe, zoveel kon ik wel vaststellen, voelde zich ondanks de verschillende bewijzen van sympathie niet erg op zijn gemak. De zon brandde op zijn huid, het zweet prikte hem in zijn ogen, vliegen en muggen zetten zich op zijn gezicht en handen, zonder dat hij ze kon verjagen of ze kon krabben. Bovendien moest het hem duidelijk zijn
dat de bloemen en het vivatgeroep wellicht niet het enige welkom zou zijn dat hem was toegedacht. Smachtelijk wendde hij zijn hoofd tussen de blokken en blikte om zich heen alsof hij poogde waar te nemen van welke kant de volgende slag zou komen. Aangezien het juist rustig was, hoorde ik hem kreunen. Maar reeds het volgende moment werd de menigte doorbroken en drong er zich vanaf de beurs een harde jonge kerels dwars doorheen, met schort om hun buik, drukkersleerlingen en dergelijk soort lui, die manden vol pamfletten en vlugschriften droegen en uit volle borst begonnen te roepen: het nieuwste van de schrijver van de ware Engelsman! Lofzang op de schandpaal! Een nieuwe uitgave van de kortstukken! Koop, lees en geef het door! Hoog boven het volk vanuit een lantaarnpaal las een jonge man met heldere, doordringende stem de menigte voor: gegroet, grootmachtig apparaat van staat, gemaakt om alle fantasie te straffen. Wie mans is om een man te zijn, voelt niets van pijn in jou. Voelt voor jou slechts verachting. Wie moet er aan de schandpaal? De staatslieden die ons leiden met onzekere hand. Wie moet er aan de schandpaal? Soldaten die voor geld steeds klaarstaan, maar niet voor de strijd. De kolonels die vervalste lijsten van de manschap overleggen. De laffe kapiteins der vloot. De beursagenten en de speculanten. Die zouden aan de schandpaal moeten blijven, totdat zij ons dit wonder eerst verklaren. Hoe koersen dalen als verdiensten de kosten overtreft en ze weer stijgen als de schepen zinken. Hoogwaardigheidsbekleders van de kerk horen in jouw gestoelte, die deemoed preken die ze zelf nooit hadden. Breng verder voor je balie het juridisch boevenpak, die branischoppers officieel erkent, die met hun tong allerlei misdaden verwekken. Niet in de laatste plaats de knechten der regering, afgericht om onschuldigen in de dood te jagen. Doch recht betekent niet zolang zodanig wettig instrument, in plaats van misdaad pijnlijk te bestraffen, oprechte mensen in de ban houdt van terreur. Dat was te veel. Ik wist wat Lord Nottingham te zeggen zou hebben, als men aan die toestand geen paal en perk zou stellen. Ik gaf dus de hoofdman van de Bereeën Garden een teken en aan het hoofd van zijn mannen voerde hij een van de fraaiste aanvallen uit die ik ooit had gezien. De soldaten grepen vanaf het zadel de jonge man bij de benen en rukten aan hem tot hij de lantaarnpaal losliet. En door de klap waarmee hij op het plaveisel belandde een duidelijke punt achter zijn laatste vers zette. Daarop werd het aan alle kanten stil. Doch daar weer klonk een nieuwe stem. Barsten, schor, verwrongen, spookachtig haast. De stem van de gevangene. Kom op! Wie is het die aan de schandpaal staat? Zo zwaar beschuldigd, doch zo onbevreesd. Het papier daarboven op zijn hoed laat heel de wereld weten wat hij deed. Zeg hun dan maar dat hij te dapper was. Waarheden sprak hij uit die beter ongezegd gebleven waren. Zeg hun dat hij op die verhoging staat, daar hij verkondigde wat wij niet horen wilden. En zo als een exempel werd gesteld, opdat angst heerst voor ieder openhartig woord. En zeg hem dit, die hem op het schavot hebben gebracht. Zij zijn een smaad voor onze tijd. Onmachtig om hem schuldig te bevinden, zijn zij veel minder nog in staat te doen wat hij gedaan heeft. Niets van alles wat ik had beraamd en voorbereid geschiedde. De vreselijke stilte duurde voort. Ik keek in het rond naar Finny en zag hem met de zak in de hand op mij toekomen. Mr. Creech, het gaat niet. We hebben een verzameling schoeien en
Rapallon is even gaat zoals het buiten Newcastle cel even verenigd was. Maar geen van hen waagt zijn stem te verheffen tegen de stemming van het volk. Sst. Om ook maar één vis daar te werpen. Begin dan zelf alsjeblieft, Vinny. Een dapper man is nodig om een voorbeeld te geven. Je hebt zelf gezegd dat jij met je ene oog beter dan ieder ander toetreft. Mr. Creech. Ik raak de vlieg op zijn snor zonder zijn neus te schrappen. Ja, Die schutter echter is nog niet geboren. Die duiskeels met één worp tegen de grond slaat. Geef hier die zak, Vinny. Je munitie maakt dat toch in elk geval wel gebruiken, hè? Hier is een roos voor de grote schrijver. Langzaam mijn ogen openend, ontwaarde ik als door een nevel het dikke gezicht, de ware pruik, de kraag met snuiftabak bevlekt van de jas van Robin Varkenskop. Het gezicht kwam naderbij, de mond opende zich bezorgd en liet twee rijen vuile, maar ongemeen grote en bruikbare tanden zien. Wel, Mr. Creech, het lijkt wel of u een nieuwe pruikenmode wil creëren. Geheel en al uit grof linnen. En nou sluitend om het hoofd en tot aan de wenkbrauwen en over de oren. Een aardig gezicht, op mijn woord, van een wakker man en oprecht diener de regering. In uitstekende conditie, ondanks een hou op zijn schedel, door welke gevoelige sterveling de eeuwige rust was ingegaan. Kunt u mij vertellen welke datum schrijven wij vandaag? De 3 augustus en een zonnige dag gehad. Geen wolkje aan de hemel. Ja, we hebben een buitengewoon mooie zomer. Heb ik de hele tijd geslapen, Mr. Stevens? Als een voldane zuigeling, Mr. Creech. Geen kick gaf u. Zelfs niet het zachtste piepje sinds wij u van de beurs bij Cornhill naar huis hebben gebracht. Cornhill? Neem toch aan dat men na mijn ongeval, Mr. Defoe, op passende wijze heeft bejegend, hè? Op passende wijze bejegend? Als het passend is dat iemand die schotschrift en rijmen van twijfelachtige looi vervaardigt, triomfeert over religie en de wettige overheid, dan was het zeker passend. Als het passend is dat zo iemand na een vol uur aan de schandpaal door onder gejubel van de menigte van afstapt en als een held en symbool wordt begroet, dan was het zeker passend. Als het passend is dat iemand op straat de simpele lettergreep phone niet kan uitspreken zonder dat hem wordt medegedeeld dat dat pas een kerel is. En welk een schurkachtige regering wij hebben, of het zachtjes aan geen tijd zou zijn te denken aan een nieuwe revolutie, dan was dat zeker passend. Maar die twee andere keren. U wilt toch niet beweren, Mr. Stevens, dat de zaak de volgende dag in Cheapside en de dag erop bij Temple Bar precies zo schandelijk afliep, dat Mr. Defoe daar in eer en luister in plaats van in schande stond, dat hij de koning van de massa was in plaats van haar doelwit, dat oproer en ketterij op die wijze nog beloond werden in plaats van bestraft? Waar waren al die boden van de koningin? Waar was de machtige arm der wet? Waar de geheime en niet zo geheime agenten? De scharen der spionnen, verklikkers, vechters, bazen en booiers, op wie de staat vertrouwt bij zijn strijd tegen de geest der rebellie en die hij met zijn gunsten overlaat? Ach, Mr. Creech. Het was alsof met het verlies van uw geachte persoon de hele regering haar hoofd had verloren. Lord Nottingham geraakte over het geval in onmin met de Lord Zegelbewaarder en met Lord Godolphin. Waren zij nu door Mr. Defoe bedrogen of niet? Was Hare Majesteits regering gebaat geweest bij dit proces of niet? Was het beter Mr. Defoe 2/3 kwijt te schelden van zijn straf en zo de onrechtvaardigheid van het vonnis openlijk te erkennen? Of hem toe te staan nog 2 aan de schandpaal te gaan staan en zo de wettige kerk, zowel als de regering, nog 2 voor het volk aan de kaak te stellen? Of was het beste de militie op te laten rukken en de soldaten op de koppen van het misleide publiek te laten inhouden? En terwijl ze over deze en dergelijke vragen reden twisten, namen hun lordship in het geheel geen doeltreffende maatregelen en de zaak nam haar betreurenswaardige loop. Mr. Creech, een brief. Ik geloof dat ik het zegel herken. De brief komt van zijn lordship. Dat is aardig. Lees maar eens voor. Mr. Josiah Creech, et cetera, et cetera.
Met het oog op uw klaarblijkelijk falen in zaken koningin tegen Defoe, waarvan ik de gevolgen wel niet voor u behoef op te helderen, wordt het raadzaam geacht dat u op de datum van heden uit mijn dienstverband uittreedt. Getekend Nottingham. En dat is alles, Mr. Stevens? Mr. Creech, dat is alles. In Spektakel luistert u naar Het Schotschrift, een hoorspel van Stefan Heim. Vertaling Evelien van Deeuwen, radiobewerking Louis Houet. Medewerkers Tim Beekman, Kees Broos, Edmond Klaassen, Rob Fruithof, Hans Hoekman, Louis Houet, John Derry, Bert van der Linden, Maria Lindes, Dick Scheffer, Wim Sally, Ger Smit, Robert Sobels en Jeanne Verstraeten. Inspeciënt Bram Hengeveld, regie Cox Habema. Het Schotschrift van Stefan Heim is verschenen bij uitgeverij Het Wereldvenster in Baren.